Heel gevaarlijk allemaal. Ja, en, ook, ja, ja. en de Russen die rijden allemaal met, of met, varen met schepen over de ja, Noordzee. Ja, die brengen die, die kabels in kaartje. Ja. Ja, dat is niks tegen, dat mogen ze doen. Nee. Die zijn wel jaloers op die kabels van ons, weet ik veel. Nou, ze hadden één kabel ook kapot gevaren hè. daar hadden ze 300 keer overheen gevaren. Maar ja, dan is het zaak dat ze aangepakt worden, lijkt mij. Die ging naar spitsbergen. Als ze gaan kloten met die kabels, dan mogen ze, wat mij betreft, schieten we er gewoon op. Ja, dat is uh, vrij, vrij duidelijk, lijkt me. Had je niet die uh, man met dat geweer, die Rus met dat geweer op dat schip gezien, van die, uh, volgens mij waren het uh, mensen uit Denemarken of Zweden die een reportage hadden gemaakt, en die waren in zo'n bootje de, de Noordzee opgegaan, en toen kwamen ze zo'n Russisch schip tegen. En dat lijkt dan een gewoon ja, vrachtschip. Nee, god, ik, wat de foto's die ik gezien heb, waren zogenaamde visserschepen waar maar 10 miljoen antennes op stonden. Ja. Dat je denkt van nou. En de man met een geweer liep rond ja, op het dek. Nou ja, ook. Intimidatie zou ik zeggen. Nogmaals, als ze gaan kloten met die kabels, zou ik zeggen, schiet ze gewoon naar de bodem van de zee. Ja, dat is, dan vragen ze zelf om moeilijkheden. Ja, dat klopt. Ik kan me niet voorstellen dat ze een dergelijke incident wensen te veroorzaken. Nou, maar ze brengen natuurlijk die kabels niet voor niks in de kaart. Nee, dat begrijp ik. Ook om ons te intimideren, weer. Zo van: kijk, dat kunnen wij doen. Maar als ze dat met die kabels gaan voezelen. Ja, dan vind ik dat we keihard moeten optreden. Echt zonder, ook, ik neem aan dat dat zullen ze niet in de krant zetten. Dat zou ik wel gewaarschuwd zijn. Als je gaat kloten met die kabels, dan gebeuren er hele vervelende dingen. Dus we kunnen hier de infrastructuur qua telecommunicatie helemaal stilleggen. Hè? Dat zouden ze eventueel kunnen doen. En dat is het zaak dat we daar keihard tegen optreden. Echt zonder enige vorm van uh, sympathie, vergevingsgezindheid of, of wat dan ook. Waar denk je dan aan? Geen idee. Ik bedoel, dat is mijn taak niet om dat te verzinnen, maar wij zijn in alle denkbare opzichten superieur aan dat stomme Rusland. Als nou iets gebleken is dat, dat heel veel van die praatjes over Rusland volkomen onjuist bleek te zijn. Ook die geweldige, ongelooflijke cyberwar die ze dan tegen de Oekraïne zijn begonnen. Ja, die was er geloof ik wel, maar daar viel, dat viel allemaal ook nogal tegen. Nee, als ze ons, als ze ons eh, eigenlijk eh, aanzienlijke schade toebrengen. Terwijl wij helemaal niet in oorlog met ze zijn, want dat zijn we niet. Eh, dat is de Oekraïne. Die helpen wij, ja, dat is dan weer wat anders. Dan moeten wij, nogmaals, het, tegen Rusland, dat is naar mijn idee vrij duidelijk, moeten ze gewoon keihard optreden. Dus ook, daar ben ik vast van overtuigd. De enige taal die ze spreken, is dat je ze in een enorme dreun verkoopt. Maar vind je dit nu allemaal kenmerken van een nieuwe koude oorlog? Nee. Een nieuwe koude oorlog heeft heel iets anders. De Koude Oorlog was een, was een twist tussen de twee grootste mogendheden van dat moment eh, op de planeet. Die allebei eh, tot de tanden gewapend waren met nucleaire wapens. Ja. Eh, die bovendien een zeer omvangrijke, laten we zeggen, proxy-oorlogssituatie creëerden. Doordat, doordat ze overal in de wereld met elkaar, nou, hoe heet dat, via, via, via uh, guerrilla's of wat dan ook, met elkaar in strijd waren. En het huidige Rusland stelt natuurlijk in relatie tot de Sovjet-Unie niet bij zoveel voor. Dat, dat is het grote probleem van Poetin, dat hij terug wil naar iets wat er ooit was. Namelijk dat hij samen met de Verenigde Staten in deze wereld de lakens uitdeelde. Maar ja, economisch hebben ze natuurlijk ingrijpend de boot gemist. Dat is de hoofdoorzaak dat de Sovjet-Unie in elkaar gestort is natuurlijk. En ondertussen is er een andere communistische mogelijkheid opgekomen... Die economisch bepaald niet de boot gemist heeft. Maar die de economisch de boot zou kunnen missen. wanneer ze, laten we zeggen, ik noem maar wat, Taiwan zouden aanvallen. Ja, in China bedoel je daarmee? Ja. Die hebben gezegd in 2050 wilden wij de leidende macht zijn in de wereld op alle fronten. Ja, dat kunnen ze makkelijk zeggen, maar ik geloof er niks van.